We zijn hier bij Maurits van Brakel, beter bekend als Benny in Casper en de Kerstengelen. Maurits, goedenavond. Uh, vertel eens, uh, hoe komt het zo dat jij een rol als Benny kreeg in Casper uh, en de Kerstengelen? Ja, nou, ik hou al uh, best wel lang. Uh, ik zit sinds dat ik vier ben, zit ik op uh, toneelles hier in Culemborg. Uh, ik heb bij Bea Leek gezeten en nu zit ik bij Sandra. En uh, ja, toen ik acht was denk ik, toen uh, heb ik op tv een sportje gezien voor een castingbureau. En die uh, deed een oproep uh, voor kinderen die ook in de film wilden spelen. En ja, toen werd ik, uh, heb ik me ingeschreven bij elk castingbureau dat ik kon vinden. Niet loslaten! Hou vast! Anderhalf jaar geleden ben ik uh, op auditie gevraagd voor een kerstserie. Toen ben ik geweest en dat, um, ja, toen heb ik heel lang niks meer gehoord. Dus toen dacht ik, ik was het eigenlijk alweer vergeten toen uh, we een mailtje kregen dat ik terug mocht komen voor de volgende auditieronde. Dus nou, ik, was weer helemaal, uh, ik zat er weer helemaal in en toen, um, ja, toen ben ik het uh, uiteindelijk, na die auditie ben ik het geworden. En toen, uh, zo ben ik in uh, die serie gekomen. Voordat jij in Casper en de Kerstengelen speelde, heb jij nog meer uh, gedaan. Vertel daar eens wat over. Ik heb um, mijn eerste, uh, eigenlijk echt iets professioneels, um, was een toneelstuk op uh, Boulevard Festival in Den Bosch. En daar mocht ik vijf voorstellingen spelen samen met Fabian Jansen. Never Never Wonder, een verhaal over Peter Pan. Dus, uh, ja, en toen heb ik daarna, heb ik in de, voor de kinderboekenweek heb ik een voorstelling gespeeld. Feest, waar ik de jaren Job speelde. Ik heb nog meegedaan aan een film, een 48-uur film. Dat is een film die wordt gemaakt in 48 uur voor een wedstrijd op een filmfestival. Maurits, je zit nu op de, in de tweede van de middelbare school. Uh, hoe combineer je dat school en acteerwerk? Ja, ik ben wel eens uh, dat ik er niet ben op school. Dat is wel lastig soms, want je mist uitleg en huiswerk. Dat je later wel moet inhalen en soms ook toetsen. Maar daar wordt wel goed mee omgegaan. Ik krijg meestal wel vrij voor uh, opnames en uh, ja, de kinderen uit mijn klas die vinden het na een tijdje die uh, vindt het ook wel normaal dat ik er soms niet ben. Dan uh, weten ze dat ik opnames heb. Nou, Maurits, jij bent zowel in het theater als uh, voor de camera actief. Wat vind je nou het leukst? Ja, ik denk dat het makkelijkst is toch wel camera. Want ja, als je iets verkeerd zegt, dan kan het gewoon opnieuw. En je hoeft niet uh, heel lang teksten uh, te oefenen. Maar ja, theater, ik vind het wel. Het is wel iets lastiger, maar ik vind het ook wel altijd heel erg leuk. Want je ziet ook meteen de reactie van de mensen erop. En als je camera acteert, dan is het. Uh, ja, het ziet er wel heel anders uit. Uh, ja, ik vind. Uh, als ik ze echt zou moeten kiezen, zou ik dan toch camera acteren net iets leuker vinden, ja. Ja, en jij speelt Benny inderdaad, wat jij zei: de pestkop. Ben je zelf ook wel eens een pestkop? Ja, niet zo'n pestkop als in Casper en de Kerstengelen, maar gewoon, ja, soms heb ik wel eens ruzie met mijn zus, maar valt wel mee. Ik ben niet echt een, uh, een pestkop als Benny.